Ik heb daar eerder een, 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 ooit een opiniestuk over geschreven. De opkomst van Denk. Mm -hmm. Het is niet mijn partij. Uh, maar als je een sobere analyse maakt. dan heeft Denk ook gewoon een functie. En, en vertolken zij dus een, een sentiment. en geluid dat er in Nederland. leeft onder uh, mensen met een migratieachtergrond. En ik denk dat. Nou ja, partij van de Arbeid. Uh, maar ook zeker GroenLinks. Ik denk, dat zij, ik denk dat zij veel meer hadden kunnen doen om ook uh, die kiezers aan te spreken. Ik, misschien is het opgevallen dat ik de SP niet eens heb genoemd. Maar goed, kleur bestaat überhaupt niet binnen de SP. Want daar gaat het enkel en alleen om de klassenstrijd. Mm -hmm. um, dus in zekere zin vind ik de SP ook. Uh, iets wat hopeloos. Dus daarom kijk ik, daarom kijk ik uh, met name nu naar jou. <lacht> <lacht> We zitten hier elkaar Ja de... wil jij... Alleen dit ja, toeval. Ja. ja zeker, zeker. Geen ik het ik... partij van de arbeid de vraag is in hoeverre de sociaaldemocratie uh, uh, nog hoop biedt. Um, ik vind het heel goed dat je zegt, want ik, ik geloof in politiek waarin je... Uh, hoe zeg je dat? Je moet altijd kritisch, kijk, altijd kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En als je dat wil kunnen doen, moet je altijd kritisch naar jezelf kijken. En openstaan voor, voor alles. wat mensen, nou, dat is niet waar. Er wordt ook gewoon heel veel gescholden. En daar ga ik niet naar luisteren. Maar naar hmm. uh, wat erover gezegd. Ik, ik, ik deel wel een, een... Een deel deel ik wel. En dat is deels voor GroenLinks. Maar het gaat ook gewoon over hoe de progressieve beweging in Nederland... Wat ik eigenlijk net zei, hè. Wat is... Hoe heb je tegenover. Uh, de, het is niet dat we ons nooit. Hè, dat, dat GroenLinks of andere partijen. Nog niet hebben uitgesproken tegen de haat die er was. Maar dat is niet genoeg. Het gaat over wat is het alternatief. en het. Uh, van, van die inclusieve samenleving. Nou ja, nu, nu je net hebt gezegd. hoe leeg het is, daar heb je ook helemaal gelijk in. Mm. Maar van een samenleving waar. Uh, het werkelijk gaat om wie jij bent als mens. En voor mij is dat de kern. En hoe je dat bij elkaar kan brengen. Uh, en hoe je dus inderdaad kan zorgen voor een samenleving waarin we een groep zijn, uh, zonder dat we allemaal op elkaar hoeven te lijken. Ja. En ik vergelijk het heel vaak uh, met de familie-samenleving. Uh, mensen zeggen, ik ken mensen en die mm. zeggen dan: uh, Ik heb liever, ik heb meer met mijn vrienden dan met mijn familie, want mijn vrienden kan ik zelf kiezen. Uh, en dat zijn regelmatig ook, uh, hoe zeg je dat? Als, als dat je beeld is, mm. dan zegt dat ook iets over: Ik kies zelf wel met wie ik omga. En ik doe het niet met wie je krijgt. Een samenleving, kan, je, we kunnen het niet kiezen. Je, in de samenleving kan je niet kiezen wie we er allemaal bij nee. krijgen. Nee. Uh, en zeker het, de, niet in de publieke ruimte. En zeker niet, precies. Zeker niet in de publieke ruimte. Dus eigenlijk is een samenleving veel meer een familie. Waarin je, uh, je, als ik nou naar mijn eigen familie kijk, hè, dat je je neven hebt met wie je het op een uh, ongelooflijke zuipen kan zetten. En het heel gezellig hebt. En, mm. uh, en je hebt je oma erbij en je, je, je ouders. En, 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 uh, maar je hebt ook een oma of tante die een beetje gek is. Die hoort er wel bij. Ja, He? Je ja. hebt ook nog een oom met hele rare, rare denkbeelden. Uh, zwaar nationalistisch. Mm -hmm. Dat is ook waar. Maar God, hoe oh, komt hij weer met zijn gelul? Nou, maar hij hoort er toch bij. Ja. En, en dat gevoel van, een, van, van iedereen kan zijn wie die is. En, en die verschillen die moeten er zijn en die moet je proberen te overbruggen. Dat vind ik. Dat is de, dat, daar zijn we gewoon nog niet in geslaagd. Dat zie ik als mijn opdracht. Mm. Overigens. Dus, dus uh, ik word daar niet pessimistisch van als je zegt. Uh, en heel streng zegt dat is niet goed gegaan. Nou ja, dat is waar, maar dat blijft de opdracht. Dat is mm. ook wel een hele moeilijke opdracht. Waar ik wel mee worstel, of waar ik, waar ik mee zit, zeg maar, is, en, en daarom kwam ik erover die identiteit, hoe, hoe iedere subgroep weer voor uitsluiting zorgt. Mm. Uh, ik ben zelf half Marokkaans. En, en uh, uh, sinds een paar jaar ken ik mijn Marokkaanse familie, ben ik daar iets, ook gewoon iets meer mee bezig. En kom ik erachter hoe, hoe moeilijk Marokkaanse jongeren het hebben om, ja, ik zeg maar Nederlands te zijn, ze zijn nooit Nederlands genoeg, en als ze te Nederlands thuis zijn, krijgen ze op een donder dat ze hun roots verlogenen. Ja, en, ja, en dat, ja, ja, dat ja. zorgt voor, dat, dat is een, dat vind ik soms, er zijn momenten waarop ik denk, oeh, is dit een oplosbare kluwe? En dat moet het zijn, weet je, ik werk eraan, maar hoe krijgen we dat ook opgelost? En dat vraagt ook een investering, ook in de oudere generaties. Ja, zeker. Um, nou natuurlijk, ik bedoel dat, dat dat dilemma dat herken ik, daar, daar gaat het ook over in het boek. Um, en, en, dat, en dat zal wel op een bepaalde manier een. Ben je ook nog wat drinken trouwens? Ik, ik heb koffie en water. Goed? Ja, okay. dank. Um, en, en, en ik denk ook dat jongeren ook gewoon daarin gesteund moeten worden. En. Maar hoe steun je ze daar concreet in? Ja, de, daar spelen ook gewoon weer verschillende instituties... in de samenleving een, een rol de Jongerenwerkers, Jongere werkers, docenten, leraren. Oh, uh, mag ik nu iets kritisch zeggen? Jij ja. was net kritisch op mij. Dit ja. vind ik weer te makkelijk. Want dit is wat eigenlijk alle intellectuelen zeggen. Ja, het belang van jongere werkers, instituties, scholen. Ja, dat is waar. Maar dat is ook heel algemeen. Ja. Dus, dus wat is daar dan... Wat is nou die, dat extra wat nodig is? Nou ja, ja, dat is wel heel algemeen, maar um, wacht nog even. Uh, ik denk okay, dat een okay. heleboel jongerenwerkers en docenten en professionals uh, überhaupt niet met een, uh, met een uh, goed geëquipeerd uh, tool aan, aan middelen die jongeren uh, aanspreken, met ze in gesprek gaan, enzovoorts. enzovoorts. Uh, ik, ik kom zelf nog heel vaak tegen. Dus als ik met collega-onderzoekers spreek... die dan wel bijvoorbeeld in het sociaal domein werken... dat er ook daar nog heel erg wordt gewerkt... vanuit een heel erg eenzijdige blik op die jongeren. En, dan, en wat is die blik dan? Nou ja, dat, dat, is, een, dat is een blik waar, waarbij uh, zo'n professional dan toch vertrekt... vanuit een dominant normatief kader. Okay. En dat zij dan daarin geschoold moeten worden. En daarin gesocialiseerd moeten worden. En die opdracht is oké. Okay. Die opdracht moet je ook wel... Overeind houden. Alleen zo ga je de jongeren niet bereiken. Gaat die jongeren niet bereiken als je het gevoel geeft dat, dat, jij, gaat, dat jij daar gaat vertellen wat ze moeten gaan doen. En dan, dan ben je nog steeds sensitief naar de, de worsteling enzovoorts enzovoorts. Maar dan gaat het nog steeds om de manier hoe mm -hmm. je die worsteling inkleedt, uh, bestrijdt, het gesprek daarover aangaat. He, is, het een, is het een dialoog? Neem ze serieus? Kom je ze daar afblaffen? Ik overdrijf, but you got the point. Ja. En dus daar is ook nog, daar is nog een heleboel te doen. Maar is dat niet, daar ben ik het namelijk niet mee oneens. Ja. Uh, maar is dat niet gewoon überhaupt een probleem van hoe we als samenleving denken? Hè, dus dat um, ik het gevoel krijg dat jongeren breed. Mm -hmm. uh, je hebt over, want we gaan zo over andere identiteiten dan alleen de, de etnische identiteit goed, hebben. Dat want dat je had doet. over stedelijk versus platteland. Ja, ook, eh, dus, dus er zijn allerlei, eh, maar dat, het, dat onze samenleving heel erg is ingericht op jongeren die vooral op tijd, eh, op tijd moeten lezen, leren lezen en schrijven, op tijd de volgende stap zetten, cognitief zich ontwikkelen volgens de stapjes die er zijn. Geen vertraging oplopen in het leven, want dat is ongeveer het verschrikkelijkste wat er is. Maar uiteindelijk gaat ontwikkelen er niet over de vraag of je zes of zeven was toen je leerde lezen. Mm. De vraag hoe je je als mens ontwikkelt. En of je de kans krijgt in al die jaren als jongere... om jezelf te ontdekken. En, en dat gaat dus. Te, ik wil het niet te esoterisch maken. Want ik denk dat jongeren echt stevige leiding nodig hebben. Mm -hmm. Namelijk ook om de bullshit eruit te, te halen. Maar jongeren ja, moeten wel precies. zelf ontdekken wat, wat de bullshit in ja. is, die ze ja. en, en wat niet. En uh, soms denk ik wel eens dat jongeren geen fouten meer mogen maken. We hadden een debat met. Uh, Minister Grapperhuis, mm -hmm. ja, omdat hij zijn uh, 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 bruiloft had gehad en te dichtbij stond, en toen merkte ik dat ik geraakt was door wat Rutte zei. Uh, we hebben uh, genade uh, nodig. Mm -hmm. We maken allemaal fout en we moeten mild zijn. Mildheid en genade. Uh, en tegelijk werd ik er ook heel boos van. Omdat mildheid en genade we niet voor onze jongeren in, de, in, in, ons, in, in onze samenleving hebben. En zeker niet voor jongeren in achterstandsposities. Nee. Want het moment dat ze de bocht uit vliegen, is het gewoon tuig. Precies. En ja. dat zag je in Schilderswijk. Achterlijke gladiolen. Achterlijke <laughs> ja. Zo heeft Rutte ja. ze genoemd in de Schilderswijk. Ja. ja, terwijl je daar niet... Dus mildheid en genade wordt ook in ongelijke mate verdeeld. Precies. En daar zie je de... Ja, de, en de en, en mildheid en genade moet je wel hebben voor een minister... maar voor deze jongeren niet. En ik denk dat daar, of in mijn ogen althans... zit daar een heel groot... zit daar een probleem in hoe wij met onze jongeren omgaan. Geef ze alsjeblieft de ruimte om, om fouten te maken en op te groeien zonder ze weg te zetten als je bent nu af. Ja, je mag natuurlijk, mag je, ik bedoel, knokken is niet goed, vechtpartijen zijn niet goed, de politie iets aan, nou, we zullen het straks ook over de politie hebben. Ja, vind ik een nog slechter idee. Maar laten we ze niet afserveren als nu ben je af en doe je nooit meer mee. Nee, eens. En, en ik wil dan toch ook gezegd, hè, laten we de rol van de politiek daar ook niet in vergeten. Dat ben ik met je eens. En de rol van instituties. En we kunnen jongeren natuurlijk aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. En ook gemeenschappen. Moeten we ook doen. Maar ik bedoel, er is hier gewoon nog steeds een taak voor. Ik trek het breder. Linkse progressieve politiek. Om een, 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 een andere analyse te maken van uh, problemen die er zijn. Wat ik lastig vind, zeg maar. Als wij een. Uh, de, 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 um, in, in... Ook, maar dat is ook, nu geef ik me op glad ijs, maar het is ook een beetje hoe media omgaan met, met, met dit soort onderwerpen. Mm. Dus uh, wat je ziet, is als, als wij een voorstel doen, of als ik iets zou willen zeggen, over ik vind het van belang dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en we gaan uh, het onderwijs moet veranderen. Of we gaan uh, jeugdwerkers, of in de wijken moet het net anders. Dan is altijd de vraag: is er een meerderheid voor je voorstel? Mm -hmm. Terwijl als Wilders zou zeggen, en als dat er niet is, dan is de aandacht die daar daarvoor voor krijgt, is maar beperkt, want het is inhoud. Als extreem rechtsgroep, dat het gewoon, gewoon een muur wordt gebouwd om de Schilderswijk. Daar is nooit een meerderheid voor. Het gaat niet gebeuren, maar mm -hmm. toch is het politiek relevant. Waarom heb ik nooit begrepen. Uh, uh, en het <laughs> lijkt wel alsof voor de nuance, en dat is niet alleen ja. in journalistiek zo, maar ook in hoe de samenleving ernaar kijkt. Gewoon een, een verhaal wat redelijk is, misschien niet super spannend, maar wel belangrijk. Mm -hmm. Dat resoneert toch altijd minder uh, dan dat het is: laten we gewoon een hek plaatsen. Gewoon ja. Ja. sluiten ze op en ze moeten allemaal een hele zware straf krijgen. En dat is wel iets waar ik ook naar zoek. Hoe botsen, hoe, hoe breken we met elkaar, hoe breek je daar doorheen. zodat je het normale gesprek met elkaar hierover kan voeren. Mm -hmm. Want het is ongelooflijk complex, de problematiek die daar speelt. En uh, de sociaal-economische identiteiten. Mm -hmm. Je zei, de school waar ik zat. Uh, was VWO, uh, geloof ik, hè, in, ja, uh, in, uh, ja. in Nijmegen. Ja. Ik herkende daar. Uh, dat was echt anders. De, 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 de Jan Willems die ik daar trof. dan de Dennissen die bij mij in de straat woonden. Ja. Die sociaal-economische gelaagdheid is wel degelijk. Speelt een hele belangrijke rol. Ik was laatst in de Schilderij. Nee. En als je hoort dat. Als je, als je met vier, vijf, zes kinderen woont. in een klein appartementje. en de muren komen op je af. snap ik dat jij tot tien uur s'avonds buiten hangt. Ja. Ja. En toch vind ik het. Een dat, slecht, de, toch, dat, de, dat deden wij ook. Zeker. En toch vind ik <laughs> het een slecht idee. als kinderen tot tien uur buiten hangen. Ja. ja. En kan je dat allebei zeggen? I agree.